pedal. Een pedal is een instrument om contact te maken met een ander. Hij zit heel mooi ingepakt. Als het goed is, zit er bij iedere kredel een klein foldertje en een zakje. In het zakje zit de oplader. De kredel haal je eruit. En hier achter het klepje kun je de kredel aanzetten. Het is een beetje krap. Ik zet altijd mijn vinger half op het knopje, zodat je goed kan zien dat hij groen wordt. En dan is het even wachten, want de kredel is een soort computer die gewoon even op moet starten. Ik gebruik de kredel nu aan tafel, maar de kredel is ook heel fijn om op je schoot te dragen terwijl je hem gebruikt met een cliënt. En dan kun je naast de cliënt zitten. Dan hoor je dat hij aangaat. En als ik hem even aanraak, dan hoor je gelijk het geluid. Een kredel doe je eigenlijk nooit alleen, want die geeft wel eventjes geluid, maar nooit heel lang. Hoe je een kredel gebruikt is door aan de ene kant je eigen hand neer te leggen, dan de hand van de cliënt te pakken. Of meerdere cliënten als je een hele kring maakt. En wanneer de andere kant aanraakt, dan is daar geluid. De manier waarop de geluid wordt gemaakt, wordt beïnvloed door de manier waarop je beweging elkaar aanraakt. Dus strelen geeft een ander geluid dan knijpen of tikken of kneden. Of gewoon zo vastraken. Een belangrijke bij de kredel is dat de knopjes zitten hier. En eigenlijk heeft hij maar 2 knopjes. Maar hij heeft wel 3 functies. Een van de knopjes is de aan-uitknop. En hier het schijfje is de volumeknop. Je kan zo horen dat hij harder wordt. Dus wanneer je hem die kant op drukt, wordt hij harder. Deze kant op wordt hij zachter. Wanneer je op de volumeknop drukt, dan verandert het geluid. En zo zitten de verschillende geluiden op de kredels. Probeer ze zeker uit om te kijken wat past. Dit is het stekkertje voor de oplader, dat is magnetisch. En het laatste schijfje wat hier zit, dat is de SD-kaart, daar staan de muziekjes op. Die moet je gewoon laten zitten, want anders dan heb je niks aan je kredel. Om hem uit te zetten, druk je op de uitknop. En zo aan de kant kun je zien, kun je eerst horen dat hij uitgaat. En dan hoor je het popje. En hij is helemaal uit. Als die niet meer groen is. Yes. En dan doe je het klepje weer dicht. Inpakken doe je als volgt. Je legt eerst het tekentje lekker open. Dan leg je de kredel in het nestje. De ene kant eroverheen. De andere kant eroverheen. De oplader niet vergeten. Het foldertje niet vergeten. En zo. Dan weer dicht. Heel veel plezier met de kredel.